Hallo, welkom terug bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. En vandaag heb ik een superleuke vlog waarin ik naar de avant-première ga van Beautiful Disaster. De nieuwe film van de makers van de Aftermovies. Dus als je van de Aftermovies houdt, kan ik jullie verzekeren dat je zeker deze film ook gaat van houden. Laten we voor de 30 likes gaan. Het zou echt superleuk zijn als we dit kunnen halen. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dit nog niet gedaan hebt. Dus laten we beginnen. Ik start mijn ontbijtje met mijn frontkeratine in mijn water te doen. Zo één schepje in dit water, zoals je kunt zien. Dan heb ik ook mijn thee klaargemaakt van Herbalife. En dan gebruik ik ook deze Herbalife shake in de smaak chocolade. Met de PDM in de smaak vanille. Dit is dan mijn proteïnes. En dan was het tijd voor naar mijn werk te gaan. Ik weet niet of jullie mij ook kunnen zien, maar ik zit nu onder die afdak aan mijn werk. En ondertussen ben ik mijn shake aan het drinken. Dat is wel een beetje. Maar ondertussen zit ik ook echt met stress voor morgen. Want dit heb ik jullie nog niet gezegd. Ik ga morgen naar de avant-première van Beautiful Disaster. En ik heb een uitnodiging gekregen van Kinepolis om naar de avant-première te gaan. En ik heb keuzestress voor kleding. Of als ik te denken aan een pak met een corset BH eronder, met hakken eronder en dan een zilver handtas. Of zo'n mooi groen lange rok dat we hebben. Daar dan een corset topje op. Of wauw, een kleedje. Maar daar zit ik zo nog te twijfelen om dat kleedje, want het is nog niet echt het warmste weer nu. Dus ik zit te twijfelen tussen dat pak en een rok of zo. Maar toch iets elegants of ja, in die stijl. En dan zit ik ook nog te twijfelen over mijn haar. Maar ik denk dat ik het een kleine golf of zo ga indoen. Ik weet het niet zeker. En qua make-up ga ik vanavond kijken naar het werk. Ik was namelijk onderweg met de bus naar de fitness en het was echt mooi weer. Dus ik was blij om dan ook in het mooie weer een stukje te wandelen naar de gym. En het was wel nog wat koud, maar het was echt gewoon een zonnige dag. Dus I'm happy. Eenmaal na de fitness heb ik me klaargemaakt om dan naar de avant-première te gaan. We zijn namelijk met openbaar vervoer gegaan, eerst met de bus. En hier zie je mijn vriend gewoon een nozel doen. En ik was nog een keer aan het checken hoe dat mijn make-up zat. Maar ik had mijn twijfels over de lipstick. Uiteindelijk heb ik deze dan ook afgedaan. En dan was het ook nog een stukje met de trein, want het was helemaal naar Antwerpen. En nog een klein stukje met de tram. Heerlijk. En daar moeten we zijn. Eenmaal op de avant-première aangekomen hebben we poker gespeeld. We hebben ook foto's gemaakt. Maar dan moet je maar eens checken op mijn Instagram. Het is echt super leuk geworden. Maar hier waren we dus poker aan het spelen. En ik kende het nog niet, mijn vriend wel. Dus ik heb een beetje bijgeleerd. Er waren ook lekkere dranken aanwezig. Onder andere wijn, cava en non-alcoholische dranken voor degenen die geen alcohol drinken. Dan hebben we nog een kleine toespraak gekregen. De Searchers brengt dit nieuwe young adult fenomeen, trouwens gebaseerd op een gelijknamige boekenreeks, uit in de Belgische bioscopen vanaf morgen. Maar jullie krijgen vanavond natuurlijk een exclusieve sneak peek. De hoofdrollen vanavond die zijn voor Virginia Gardner en voor Dylan Sprouse. Yes, ik denk dat de meeste mensen hier voor Dylan Sprouse zijn. Die dat je als Gen Z'er en Zillennial misschien nog wel kent van The Sweet Life. En na de avondpremière was het tijd om terug naar huis te gaan. We waren trouwens thuis om 1:30 s'nachts. En nu komt de trailer. Alvast veel kijkplezier en laat zeker weten wat je ervan vindt. What's up, pigeon? Where are we going? We don't talk about the circle, it's a secret. What's a secret? Exactly. I give you Travis Mandel Maddox! This isn't for me. I'm gonna go back to the dorm and study. Hello. May I? For one.
You standing here? I don't know if that's good for me. See you later, Pigeon. What was the deal with the one guy covered in tattoos? Oh, that's his roommate. He's a sophomore. That guy goes to college? You're not my type. I'm everybody's type. So hot. No one's my favorite. It's too late to close it now. Why are you here? I'm just trying to take you to dinner. I'll pick you up at 8. I must break you. Go for it. That's who you're fighting? Is this your weird little way of admitting you like me? I don't like you. If he manages to lay a hand on me, I'll go without sex for a month. Like a bet? Yeah. And if I win, you have to stay with me for a month. Ooh. You're on. Pack your bags, Pigeon! You're coming home with me! Don't cross this line, okay? Wall of China! Wow. What's this? It's not a pen, I'll tell you that. You embody everything that is wrong with your gender. We can at least be friends. Abby, get out of the way! Friends, but with no benefits. Whoa! What did I just get out of you? There's so much about me he doesn't know. And I'm madly in love with you. Shut up and just kiss me. All right, okay. I'm here. Yeah. Hey, Abby, give me a hug. Hey, baby girl. Don't greet her like this. It's too porny. You know you want it. Hopelijk vind je het alvast superleuk. Laat me zeker weten als je naar de cinema gaat gaan kijken naar deze film. En wat je ervan vindt. Ik vind hem al sinds een zeer geslaagde film. Er komt comedy in voor. Er komt er romantiek in voor. Er komt ook wat dramastukjes in voor. En wie van After Movies uit houdt ook zeker van deze film. Plus Dylan Sprice. Die is zo hot. Hij is nu te zien in alle cinema's. Dus ga zeker kijken. Aankom. Ik ben dus iPhone-fan, ik zou dus deze willen. Maar het is echt belachelijk duur. We zijn ondertussen een paar dagen verder. Ik heb fulltime moeten werken deze week, dus daarmee dat ik niet echt heb kunnen filmen. Want het was echt gewoon ja, vroeg opstaan en werken 8 uur lang. En dan valt er eigenlijk niks te filmen, want ook in het gebouw waar ik werk mag ik niet filmen. Dus enkel de voor of daarna, als ik eenmaal uit het gebouw ben, kan ik filmen. Maar ja, dat is niks interessants, moet ik zeggen. Maar nu ben ik thuis. Ik heb nu 4 dagen vrij. Maar voor in deze vlog gaat er niet meer zoveel gebeuren, denk ik, zo het gevoel. Want nu ben ik gewoon thuis. Laat ik mijn lichaam eventjes rusten. Ik heb wel gesport van de week. Maar ja, ik heb maar 1 telefoon voor het zeggen van dat ik alles mee film. En mijn bestand staat vol. Ik ben weer gaan kijken vandaag in de Mediamarkt. Zoals je kunt zien, ik heb wel vergeten van welke camera ik graag zou willen. Maar de meesten weten het wel. Het is de Sony ZV-E10 dat ik graag zou willen. Maar het is kei duur. Als je het zo zou moeten aankopen in 1 keer. Of direct zou moeten aankopen. Is van €850 of zoiets. Dus dat is toch redelijk wat. Dus daar gaan we ook over nadenken. Maar de muur komt naartoe. Nog deze nemen, want deze moet ik nog pakken voor vandaag. De greens. Ik heb dus mijn green drink gemaakt. Zoals je kunt zien. En deze ga ik nu nog snel drinken. En ondertussen ga ik naar een nieuwe film op Netflix kijken. En daarna dan ook beginnen met deze vlog te editen. Dit was dan weer de video voor vandaag. Was deze video meer een thema van Beautiful Disaster en had het alles mee te maken met de film? Dus hopelijk vond je het super leuk. Laat me zeker weten in de comments als je ook gaat kijken. Vergeet trouwens niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, want je zou me er echt een groot plezier mee doen. En kunnen we trouwens vandaag voor de 30 likes gaan? Zou echt super leuk zijn als we dit kunnen halen. En vergeet zeker niet mijn vorige video te bekijken als je dit nog niet gedaan hebt. Hij staat nu in beeld. Bedankt om te komen kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Bye bye.